Dit is de tentoonstelling Ziel in Dahoud. En deze loopt tot en met maart 2016. En hier laten we een overzicht zien van allerlei soorten hoeden. Kinderhoeden, oude hoeden, moderne hoeden uit de jaren 20-30. En achter mij is de bolhoed te zien die Bart van der Heijden, van de popgroep Raccoon, een Groese band wel zeer bekend in Nederland tegenwoordig, gedragen heeft tussen 2011 en 2013 als een soort handelsmerk. En Reinier de Munk heeft het schilderij gemaakt. Hangen er schilderijen en er is een PowerPoint-presentatie over het hoedemakersgilde uit Goes, wat natuurlijk inmiddels verdwenen is, maar waarbij vroeger natuurlijk allerlei soorten materialen gebruikt werden, want je had haarvilt en wolvilt en wie het kon betalen, die nam natuurlijk de beste kwaliteit. En daarbij hebben we dus ook laten we zien dat bijvoorbeeld katholieke boeren een ander hoedje droegen dan protestantse boeren. En zo zijn er allerlei variaties die je hier op dit moment in deze tentoonstelling kunt zien.